niks opgenomen. Wat eigenlijk ook een soort van zo is. Ik heb in ieder geval niet echt conceptueel iets opgenomen. Ik heb alleen de verhuisdingetjes, ja, random door de dagen heen gefilmd. Maar dit is eigenlijk pas weer de eerste keer dat ik echt een bepaalde video ga maken. Als je trouwens heel veel geluiden hoort. Ik woon nu in de stad, dus ja, de trams en zo rijden allemaal langs. En ik hoop dat jullie er niet te veel last van hebben. Ik wil even kijken hoe dit een beetje zit met geluid. Maar vandaag ga ik echt iets super leuks doen. Ik ga namelijk mijn boeken uitzoeken en in de boekenkast organiseren. En ik heb hier zoveel zin in. Het leuke is dat alle boeken van Ewout er ook bij zitten. En die leest weer een beetje andere boeken dan ik lees. Ik vind het echt heel erg leuk dat we nu een soort van mix krijgen in de boekenkast van onze gezamenlijke boeken. Dus dat ga ik nu doen. En daarna ga ik ook nog een boek lezen. Ik heb op YouTube een poll aangemaakt. Als je het nog niet hebt gezien, soms plaats ik een bericht in YouTube Community. En daarin kan ik dus vragen aan jullie stellen. En dan kunnen jullie stemmen op wat jullie leuk vinden. Ik heb het één keer eerder gedaan. En ik heb het nu weer gedaan met welk boek jullie willen dat ik ga lezen. Ik heb 4 opties gegeven. En volgens mij loopt het nu een beetje gelijk op met Shatter Me en Love and Other Words. Dus ik weet nog niet welk boek ik vandaag ga lezen. Maar ik zal zo wel later in de video kijken wat de meeste stemmen heeft gekregen. Ik ga dus nu mijn boek allemaal uitzoeken. Want ik heb even nagedacht, hoe wil ik het? Wil ik het op kleur? Wil ik het op alfabet? Wil ik het op gevoel gewoon qua hoe het er leuk uitziet? Of alle hardcovers bij elkaar en alle paperbacks bij elkaar? Genre kan natuurlijk ook nog. Dus ik vond het zo moeilijk. Maar ik denk dat ik voor nu voor op alfabetische volgorde ga. Ik denk dat het juist leuk is als het niet te perfect is. Dus dat het wel mag wel een beetje rauwer zijn. Want de boekenkast zelf is echt heel strak. Gewoon een witte strakke boekenkast. Dus ik denk dat het wat gezelliger en cozier is als het een beetje voor je ideeën random staat. En ik denk als je het op alfabetische volgorde doet dat je dan het beste effect krijgt. Maar ik ga gewoon kijken en ik zie ook zoveel mensen die elke 2-3 maanden hun boekenkast helemaal herindelen. Dus dat kan ik altijd natuurlijk nog doen. En ik heb bedacht dat ik alle non-fictie boeken, want ik heb ook best wel veel non-fictie, dat ik die onderaan in de boekenkast ga doen. Dus de fictie komt bovenaan op alfabetische volgorde en dan non-fictie komt ook op alfabetische volgorde, maar dan onderaan de boekenkast. Ik denk dat ik het zo ga doen. Ik ben heel erg benieuwd of het een beetje vult, want ik heb laatst ook best wel veel boeken verkocht op Vinted. En ik heb ook iets van 4-5 boeken uitgeleend aan vriendinnen en zo. Dus ik hoop dat het een beetje vult. Maar goed, zo niet heb ik een heel goed excuus om boeken te kopen. Want ik heb echt een lijstje met boeken die ik super graag wil hebben in mijn boekenkast. En ook boeken die ik heb gelezen, maar bijvoorbeeld online heb gelezen en heel erg leuk vond. Die wil ik ook gewoon in het echt hebben. Dus dan heb ik alleen maar weer een excuus om boeken te gaan kopen. Ik ga beginnen met alles op alfabet leggen. En weet je wat ik trouwens ook fijn vind aan op alfabetische volgorde? Dat alle series wel bij elkaar liggen. Ik heb nog geen complete series, maar dat uiteindelijk wel alles, ja, mooi daarin wel geordend zit. En Ewout heeft ook de Harry Potter serie, dus dat vind ik ook wel heel erg leuk als je dat zo mooi hebt staan. Oké, ik ga beginnen. Yeah. Baby, You know what I'm saying? I be doing a lot of thinking. Look, what you doing? How you doing? How's your day? Wonder if you could be mine today. I just wanna see. We could go back, girl, to how we used to be. Haven't you liked that, darling? Sitting here, smoking weed, grapefruit. Wondering how it is next to you. Lord knows you was wrong. Heating me up, babe. It's building like a stone. Gotta release this, baby. Yeah. But let's be open. See, you ain't been the same since your heart's been broken. And you ain't been the same since your car got broken. I told you stop parking so far, it's pointless. I told you stop running around the park so far. Cause you too cute for all that. Dudes be creeping out the window asking you to call back. Ik heb alle boeken uitgezocht. Ik heb hier mijn non-fictieboeken. Hier liggen de fictieboeken allemaal op alfabetische volgorde. En ik heb de alfabetische volgorde aangehouden van de auteur. Dus ja, dat. En hier is de kast. Dus ik ben echt super benieuwd hoe het eruit gaat zien. Ik ga nu lekker beginnen met indelen. Daar heb ik echt meest zin in.
De boekenkast is af en ik ben er zo, zo, zo blij mee. Het is echt een leuke, kleine, schattige kast om mee te beginnen. Maar ik zie wel al voor me dat er een grotere staat. Maar voor nu is het echt superleuk. Dit is het geworden. Ik heb denk ik al wel wat shots laten zien, maar echt helemaal leuk. En zoals je kan zien aan de onderkant hebben we nog ruimte voor nieuwe boeken. Niet heel veel, maar ik vind het ook wel leuk om gewoon in mijn huis random stapeltjes of zo te hebben met boeken. Dus ja, genoeg boeken die ik nog aan kan schaffen. Nu ga ik even lunch maken, heel even kort chillen en Gilmore Girls kijken. En dan ga ik beginnen met een nieuw boek. En ik heb jullie dus gevraagd via een poll wat jullie willen dat ik ga lezen. Ik heb 4 opties gegeven. En ik zal eventjes kijken wat het nu is, want er zijn 2 boeken die liggen heel de tijd echt heel dicht bij elkaar. Dus het wordt 1 van die 2. Ik heb nu 83 mensen die hebben gestemd. En nu is Love and Other Words 35%. Every Summer After 14%, dus dat gaat hem sowieso niet worden. En A Little Life heeft ook maar 13%. En Shatter Me heeft 37% op dit moment, dus... Als ik het nu zou doen, dan zou ik Shattered Me moeten gaan lezen. Maar ik ga eerst nog lunchen, dus ik wacht nog heel even af. En dan ja, ga ik even kijken wat de stemmen dan zijn. Het is tijd om te beginnen aan een nieuw boek. En even kijken naar de stemmen. Oh, is een winnaar uitgekomen. Er zijn nu meer stemmen. En Love and Other Words heeft 33%. Every Summer After 14%. A Little Lie 15% en Shatter Me 39%. Dus het wordt Shatter Me. Ik ben heel benieuwd. Ik heb echt geen idee waar Shatter Me over gaat. Ik ga het heel even kort opzoeken. Ik heb even opgezocht waar het over gaat, want ik had geen idee. Het is blijkbaar een dystopia thriller. En het gaat over Juliet. Ze is 17 en ze verblijft in een zwaar bewaakte psychiatrische inrichting. En het herstel wil haar speciale gaven gebruiken om de totale macht over de wereld te veroveren. Maar dan krijgt ze een nieuwe celgenoot en die geeft haar moed om terug te vechten. Oké, ik ben er heel benieuwd naar. Ik ga hem gelijk pakken en beginnen met het boek. En ik geef jullie zo wel een update. Hoofdstuk 10. Volgens mij is het iets van 328 pagina's of zo. Ik zal nog even checken voor zekerheid. Oh, 327 pagina's heeft het boek. En ik vind het tot nu toe heel erg leuk. Als in, het pakt je eigenlijk meteen, vind ik. De eerste pagina boeit je meteen. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat er gaande is. En tot nu toe zijn er steeds meer dingen waar ik heel erg benieuwd naar ben. En het blijft op zich wel spannend. En de schrijfstijl is ook gewoon fijn. Dus tot nu toe vermaak ik me wel. En ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren in het boek. Het boek maakt me gewoon vooral heel erg nieuwsgierig. Omdat er nog wel heel veel vraagtekens zijn. En ik vind het ook altijd wel leuk in een boek als het in het begin een beetje mysterieus is. En dat je dan de hele tijd een beetje achter dingen komt. Zolang het maar niet te lang duurt. Zolang maar niet je een heel boek zit te lezen en pas aan het einde alle geheimen boven tafel komen. Daar hou ik nooit zo van. Ja, dus tot nu toe leuk. En ik vind trouwens de hoofdrol, Juliet heet zij, vind ik... Ik weet nog niet echt wat ik van haar vind, want ik weet nog niet heel erg veel over haar. Maar ik heb het idee dat zij gewoon echt hartstikke leuk is van zichzelf. En ik vind haar ook gewoon heel erg zielig, want ze zit gewoon echt in een verschrikkelijke situatie. Dus het is wel echt sad, maar het is natuurlijk een thriller, dus ik ben heel erg benieuwd hoe spannend het gaat worden. Dus ja, ik heb heel veel zin om deze verder te gaan lezen. Ik heb alleen niet zo snel gelezen. Ik was heel erg afgeleid. Het is weer het eerste boek die ik een beetje ga lezen na de verhuizing. En we hebben nog heel veel dingen te doen. Dus ik ben onbewust toch nog een beetje bezig met dingen die ik moet doen. Maar goed, ik ga nu boodschappen doen. Want er komt vanavond een vriendin eten. En ik ga hem deze week verder lezen. En dan ga ik ook allemaal filmen voor jullie in deze video. Ik zal hem uitlezen in deze video, zodat jullie weten wat ik ervan vind. Ik denk dat ik volgende week maandag gewoon een soort van dagvlog ga doen. En deze lekker ga
uitlezen. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dus later meer over dit boek. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga vandaag Shademy verder lezen. Alleen, het is best wel lekker weer. Het is vandaag ongeveer 15 graden, dus niet super warm, maar wel lekker. En de zon schijnt. Dus ik twijfel om buiten te gaan lezen. Maar ja, ga ik dan naar het park? Ga ik naar de stad? Ga ik naar een koffietentje? Ik weet het nog even niet. Dus ik moet heel even kijken, maar ik heb best wel zin om gewoon lekker naar buiten te gaan. Vanmiddag komt de familie langs, dus... dan ben ik wel gewoon hier. En ik ga proberen vandaag uit te lezen. Ik weet niet of het gaat lukken. Ik ben nu op pagina 189. Ik heb de afgelopen dagen in het OV verder gelezen. Kleine stukjes. En tot nu toe vind ik het echt heerlijk om het boek verder te lezen. Ik heb elke keer zin om verder te lezen. Al zit ik maar even 10 minuutjes in het OV. Ik vind het toch lekker om die 10 minuutjes nog even in het verhaal te duiken. Dus dat is echt een goed teken. Ik ben heel erg benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Ik zit nu echt in een heel spannend stukje. Ik vind alle personages die erin zitten... interessant. En ik heb met elk personage wel weer iets. Ik voel echt heel veel bij dit boek. En ik heb echt heel erg veel zin om straks verder te lezen. En ik hoop vandaag hem uit te lezen. Ik weet niet of het gaat lukken omdat ik nog wel dingetjes te doen heb vandaag. Maar ik ga dus nu lekker naar buiten. Ik heb echt geen idee. Ik ga denk ik gewoon een tram pakken richting de stad. En ik zie wel waar ik eindig. Waar ik zin in heb. Dus ik ga nu lekker naar buiten en het boek verder lezen. Ik heb heel de dag heerlijk genoten in de zon. Lekker op het terras gezeten in mijn eentje en het boek gelezen. En ik vind het echt heel erg leuk om nieuwe lunch / koffietentjes te leren kennen waar het goed voelt om te lezen. Want ik vind niet dat je overal lekker kan lezen. Ik vind het toch altijd een beetje spannend om ergens voor de eerste keer te gaan lezen. Omdat je niet weet of je daar je comfortabel gaat voelen. Ik heb het idee dat Ewout nu naar boven komt lopen. Dus ik denk dat ik zo verder ga met opnemen, maar ik weet niet zeker. Volgens mij komt Ewout nu. Dat we zien aan het opnemen. Oké, daar ben ik weer. Ewout kan thuis. En het is nog even wennen dat hij hier ook woont en mij ook kan horen. Dus ik moet er gewoon aan wennen, want dat gaat voortaan gewoon mijn leven zijn. Maar ik vind het nog een beetje apart of zo. Maar waar was ik gebleven? Ik zat te vertellen dat ik het niet altijd chill vind om in koffietentjes of lunchtentjes te lezen. Of in ieder geval, soms voel je je gewoon niet helemaal op je gemak als je ergens gaat lezen. En soms juist weer wel. En ik dacht, misschien kan ik voortaan gewoon wat vaker naar koffietentjes gaan en jullie laten weten wat er allemaal
leesproof is om heen te gaan. En ik ging vandaag dus naar Unfolded. Dat is in Rotterdam-West op de nieuwe binnenweg. Ik vond het daar echt heel erg chill. Ik vond de mensen die er werkten heel erg aardig. Ik vond het eten echt heel erg lekker. Die bananenbrood was echt de lekkerste bananenbrood die ik ooit op heb, letterlijk. En je hebt echt gewoon genoeg keus qua koude drankjes en warme drankjes. Maar ik ga daar echt 100% nog een keer heen. Ik vond het echt heel erg chill om daar te lezen. Dus het is fijn dat je weet dat er zoiets in de buurt zit waar je gewoon altijd heen kan gaan. Maar goed, ik heb Shadow Me uitgelezen. Dus ik ga jullie natuurlijk even vertellen wat ik ervan vond. Ik zit te denken, hoeveel sterren ga ik het geven? Ik zit nog een beetje te twijfelen. Maar dat heb ik echt altijd. Ik vind sterren geven altijd heel lastig. Ik ga dit boek 4 sterren geven. Ik vond het gewoon echt een heel erg leuk verhaal. Ik hou heel erg van de dystopia. Daar ben ik echt achter gekomen. Want de Selection is ook dystopia. En die vind ik ook heel erg leuk. En bij fantasy vind ik het soms nog een beetje te strange allemaal. En dat er te veel rare dingen zijn waar ik dan heel erg over na moet denken. Maar met dystopia is dat wel een stuk minder. Maar ik vind het wel een leuk effect hebben dat het toch allemaal een beetje anders is. Er zitten spannende stukjes in. Er zitten zielige stukjes in. Er zit romantiek in. Ja, ik vind het heel erg leuk. Het is wel duidelijk een serie. Het is geen afrondend verhaal. Het einde is wel gewoon, je voelt je wel fijn bij het einde. Maar je voelt wel gewoon van, ik moet volgend boek lezen als ik wil weten hoe het verder gaat. Ik heb echt heel erg veel zin om deel 2 te gaan lezen. Unravel Me is dat volgens mij, deel 2. Er zijn wel echt heel veel delen. Ik zie op de achterkant, even kijken, nog 8 delen staan. Dus volgens mij zijn er in totaal 9 boeken. Dus ik hoop echt dat het wel leuk blijft. Maar ik heb nu al heel erg veel zin om deel 2 te lezen. Ik weet nu denk ik wel een beetje waar deel 2 over gaat. En ik ben daar heel erg geïnteresseerd in. Lijkt me heel erg leuk. Dus ja, ik vind het weer een leuke serie. En ik heb ook op TikTok veel gezien dat de boeken alleen maar leuker worden. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dus het volgende boek gaat echt 100% op mijn verlanglijstje staan. En die wil ik echt binnenkort gaan kopen. Want ik ben heel erg benieuwd hoe het verder gaat. En ik heb het idee dat het ook een soort van comfort serie gaat worden. Net als de Selection. Zo voelt het wel een beetje. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden in mijn nieuwe huis. Zoals je ziet is het allemaal nog niet helemaal af. En we moeten nog heel veel doen qua interieur. Maar de standaard dingen waardoor we er kunnen slapen en leven. Die zijn er in ieder geval. Maar misschien ook juist wel leuk dat elke video misschien weer wat nieuwe dingetjes opgehangen zijn en klaar zijn. Dus ik vind het echt helemaal leuk dat ik nu gewoon lekker mijn eigen plekje heb en meer tijd heb om video's op te nemen. Als jullie trouwens leuk vonden dat ik een poll had aangemaakt om te vragen wat boeken ging lezen, laat even weten, want dan doe ik dat vaker. Ik kan het ook in plaats van daarop op Instagram doen eventueel. Ik weet niet of jullie fijn vinden. Ergens denk ik eigenlijk nu opeens weer van, waarom geef ik het geen 5 sterren als ik hem zo leuk vond. Maar ik heb een soort van het idee dat als het 5 sterren is, dat het dan echt gewoon echt fantastisch moet zijn. En dat het dan ook een heel goed verhaal moet zijn ofzo. Maar dat hoeft natuurlijk niet per se. Zolang jouw gevoel er goed bij is en zolang je hebt vermaakt in het boek, is het gewoon een goed boek. Maar ik wil er wat kritischer op zijn ofzo. Waardoor ik niet meer zomaar een boek 5 sterren wil geven. Want ik heb boeken in het verleden 5 sterren gegeven die ik nu geen 5 sterren meer vind. Dus ja, ik twijfel nog wel een beetje tussen 4 en 5 sterren, zit ik nu opeens voor te denken. Maar goed, ik geef gewoon 4 sterren. Maar dan weten jullie in ieder geval dat ik er echt heel erg enthousiast over ben. Dat ik hem echt heel erg leuk vind. En ja, ik ben ook benieuwd. Waarschijnlijk zijn er heel veel van jullie al die hem ook al hebben gelezen. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie er ook van vonden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Wil je nog veel meer van deze video's zien? Abonneer dan op mijn kanaal. Zou ik heel erg leuk vinden. Als je meer van mijn privéleven wil zien, kan je me eventueel volgen op Instagram. Als je wil weten wanneer er een nieuwe video is, kan je natuurlijk abonneren. Maar je kan me ook volgen op TikTok. Daar laat ik het vaak ook op weten. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie heel snel in een nieuwe video.